Nu staat hij nog langs de lijn, maar zondag is het veld verboden terrein. Ruud Brood werd zaterdag naar de tribune gestuurd na een aanvaring met de vierde official. Niet zozeer zoals we overal lezen dat ik hem een enorme zet heeft gegeven, maar dat was dus niet. Ik vond twee wedstrijden vind ik te zwaar, maar goed, ik trek zelf het boetekleed aan. Het was niet juist om hem aan te raken, maar iets te veel van het goede. Toch moet Brood dus op de tribune plaatsnemen en moet hij even kijken wat wel en niet mag. Zijn assistenten staan er in ieder geval tijdens de wedstrijd alleen voor. Je mag geen contact hebben. En je mag je ook niet begeven in de technische zones. Dus dat houdt in bijvoorbeeld kleedkamer, spelersom, et cetera. En dat zijn we nu aan het uitzoeken wat je wel mag. Bijvoorbeeld met jullie praten of niet. Dus het is allemaal nieuw. We zullen dat even goed navragen. Ja, jullie trainer zit niet op de bank zondag. Nee, klopt ja. Helaas niet. Maar ja, als ik met de wedstrijd bezig ben, dan ben ik er ook niet met trainen bezig. Dus voor mij maakt het eigenlijk niet veel uit. Maakt niet uit wie op de bank zit eigenlijk? Nee, eigenlijk niet, nee. Je moet eigenlijk een rustige middag. Ja, nee, dat denk ik niet. We zitten vlakbij. Hè. We hebben niet het stadion van Feyenoord dat je in de tweede ring zit. Feyenoord, de naam is gevallen. En wie Feyenoord zegt, zegt Adil Al-Assar. Hij schuurt van de Rotterdammers, maar de spelers van RKC gebruiken hem niet als informatiebron. Totaal niet. Je bent de eerste die het vraagt nou eigenlijk. De jongens die ik nog veel spreek zijn Karim El Amadi en Cabral, Schaken. Dus ja, Klaas, die zijn nog genoeg eigenlijk. Geen vervelende sms'jes ontvangen? Nee, totaal niet zelfs, nee. Tot slot, heb je al een plekje op de tribune? Ja, zonder meer. We hebben geen directeuren, dus je weet waar ik zit.